In deze aflevering van Hardwinfo TV, de Sony FDR AX1 4K camera. Welkom bij Hardwinfo TV. Sony heeft als eerste een betaalbare 4K camera. Althans betaalbaar, je koopt hem nog niet voor 3 grijpstuivers bij de mediamarkt, maar met 4.500 euro hoef je er ook geen tweede hypotheek meer voor op je huis te nemen. Dit is hem, de FDR AX1, toch wel een redelijk uit de kluis te gewassen apparaat, maar goed, wel dus gewoon echt 4K of wel Ultra HD. Ja, en je zegt ook, je koopt hem niet voor een paar grijpstuivers, maar het is dan ook een apparaat dat echt voor de prosumermarkt is bedoeld, dus ofwel consumenten die het heel serieus nemen of voor wat kleinere videoproductiebedrijven. Ja. En ja, dat zie je ook aan de hoeveelheid manual instellingen, dus handmatige instellingen die je mee kan doen. Zoomen kan je via het lens doen, je kan aperture instellen, allerlei dingen kan je handmatig hier aan instellen, dus het is geen point-and-shoot camera. Ja. Maar in dat segment is het zeker een interessant model. En voor ons is het ook een feest van herkenning, want wij hebben zelf de voorloper hier van de AX2000. Ziet er eigenlijk bijna hetzelfde uit, alleen die neemt op in 2K, dus in full HD resolutie. Ja. En dit is dus het nieuwe prosumer model van Sony. En de eerste 4K camera die je voor dit bedrag, dus voor zo rond de 4.500 euro kan kopen. Ja. Even voordat we verder gaan, voor de mensen die via YouTube kijken en al hebben geïnvesteerd in een 4K scherm, ofwel tv ofwel monitor, hen zal het opvallen dat deze aflevering van Hardwinfo TV ook in 4K via YouTube te bekijken is. De beelden tussendoor die we hebben geschoten met deze camera zijn dan ook in 4K, zodat iedereen een idee krijgt van wat er met deze camera mogelijk is. De camera's hier in de studio zijn natuurlijk nog gewoon full HD, dus onze hoofden zijn gewoon in full HD in beeld. Ja, ik weet ook niet of het er beter van zou worden als dat in 4K zou zijn, maar inderdaad, de tussenshots zijn in de kwaliteit die deze camera opneemt. Ja. Waarbij wij wel moeten aantekenen dat YouTube daar redelijk wat compressie overheen gooit, dus dat er wel details verloren gaan. Ja, nou, we gaan even de belangrijkste specificaties van de camera nalopen en dan laten we maar even beginnen bij de sensor. Ja, want het is dus een 18,9 megapixel sensor, dat is vrij veel pixels. Het is een 1/2 inch, dat is een vrij kleine sensor, komen we straks ook nog even op terug over wat dat in de praktijk betekent. Ja. Maar dus inderdaad een sensor die gewoon echt die 3840 bij 2160 pixels kan waarmaken. Ja, en dan de lens, dat is natuurlijk wel echt een voordeel van deze wat grotere camera in vergelijking met normale consumentenmodellen. Want het is een lens die sowieso 20 keer zoom biedt, maar dus ook gewoon, juist omdat hij zo groot is, daadwerkelijk die 4K resolutie volledig scherp naar die sensor moet kunnen brengen. Ja, hij is in de hoeken, in de wijdstand is hij in de hoeken niet helemaal super scherp, maar dat zie je bij de meeste zoomlenzen wel, dat er altijd een trade-off is. Maar hij is inderdaad 20 keer zoom, optische beeldstabilisatie. Hij is vrij lichtgevoelig, zeker in de wijdstand is hij goed lichtgevoelig. Met dat je inzoomt raak je wel wat van die lichtgevoeligheid kwijt, maar dat zien we wel vaker bij zoomlenzen in dit segment. Maar ja, al met al, dit is wel echt de meerwaarde die een grote camcorder zoals dit heeft boven bijvoorbeeld een smartphone. Want met de Galaxy Note 3 kan je ook al in 4K opnemen. Maar die lens is natuurlijk van veel mindere kwaliteit, waardoor de uiteindelijke kwaliteit van de video ook veel minder is. Ja, en dan het opnameformaat. De camera werkt gewoon met H264, de standaard zoals we die hele kennen van vrijwel alle full HD camera's. Maar dan wel in een nieuwe variant met een klein beetje een twist, want over het algemeen wordt het dan in het AVC-formaat opgeslagen. In dit geval in het XAVC-S-formaat. En dat is eigenlijk die verandering was nodig om enerzijds die hogere resolutie, maar vooral ook hogere bitrates mogelijk te maken. Ja, want AVC-HD is bedoeld voor full HD, dus dan qua resolutie loop je als paak, maar ook de bitrates zijn een stuk lager. Want deze neemt dus op tot met maximaal 150 megabit per seconde. En dat gaat gewoon niet met AVC-HD. Ja. Het is wel gewoon subsampled, dus dat wil zeggen 4:2:0 kleur subsampling. Dus je hebt een kwart van de resolutie, wordt maar de kleur van opgenomen. En dat is gebruikelijk voor de duidelijkheid. Ja, voor consumentencamcorders wel. Want er is hier ook nog een duurdere variant van die wel in hogere kleurresolutie opneemt. Maar voor consumentengebruikers is dit inderdaad de standaard. Ja. En je zei al maximaal 150 megabit. Want als we kijken naar de ondersteunde resoluties, je kunt dus in Ultra HD opnemen zowel met 50 beelden per seconde als 25 beelden per seconde. Doe je 50 beelden per seconde, dan zit je inderdaad op die 150 megabit. Met de 25 beelden per seconde kan het ook een 160 megabit. Maar zeker voor die laatste twee dingen is natuurlijk wel een serieus stukje opslag nodig. Want SD-kaartjes zijn gewoon daar niet snel genoeg voor. En daar heeft Sony dus een oplossing voor. Er zit hier gewoon een ander, duurder type flashkaartje in. XQD, dat is een standaard die bestaat al enige jaren. Volgens mij in 2011 is die standaard rondgemaakt. Maar feitelijk is dit flashgeheugen met een eigen PCI Express interface. Ja. Je zou kunnen zeggen, het is een soort mini-SSD. Ja, wat langzamer dan wat we van SSD's gewend zijn. Want dit specifieke kaartje uit de N-serie van Sony, die kan schrijven met zo'n 80 megabyte per seconde en lezen met 125 megabyte per seconde. Dus dat is nog aanmerkelijk hoger dan waar deze camera gebruik van maakt. Want we hadden het daar over megabits waarin die opneemt. Ja.
Ja. Maar dit is inderdaad dus een factor veel sneller als wat je met SD-kaartjes haalt. En je hebt het ook gewoon nodig, want anders gaat het gewoon niet betrouwbaar naar een SD-kaartje. Ja. En als we er even aan rekenen, dit kaartje wat we hier hebben is 32 gigabyte. Er bestaat ook een 64 gigabyte variant, maar deze dus 32. Als je opneemt met 100 megabit, dan kan er ongeveer een half uurtje op, dan ben je klaar. Doe je de 150 megabit stand, dan ben je zelfs gewoon na 20 minuten klaar met opnemen. Ja, en het is nog vrij prijzig, want zo'n 32 gig kaartje kost ongeveer €250. Een 64 gig kost 400, dus net iets minder dan een dubbele, maar dat is echt serieus geld natuurlijk. Ja. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je zo'n camera koopt. Met alleen de camera ben je er niet. Wil je zeg maar een dagje het veld in om op te nemen, dan zou je er ook nog wel een batterijtje kaartjes bij moeten halen. Ja. Nou, en nog één belangrijk punt over die opnameformaten. We hadden het daar ook al over in de eerste uitzending die we ooit deden over het fenomeen 4K en Ultra HD. Interlaced is echt helemaal voorbij. Er is zelfs geen optie meer. Al die varianten, of het nou 25 of 50 beelden per seconde is, het zijn allemaal hele beelden. En al dat gedoe uit het verleden met die even en oneven beeldlijnen, dat kunnen we eindelijk definitief achter ons laten. Ja, en dat is wel echt heel fijn natuurlijk. Want het interlaced was altijd ellende met weer omzetten naar progressive en de-interlacing. En bedoel, dat kunnen televisies en zo tegenwoordig allemaal best goed. Maar ook voor het verwerken van je beelden is het allemaal hoofdpijn. Dit is gelukkig alleen nog maar progressive. Dus ook die hoogste stand. Het is inderdaad wat je zegt, het is 50p, niet 50i. Het kost wat bandbreedte, want het kost feitelijk natuurlijk gewoon ongeveer twee keer zo bandbreedte als interlaced, maar je krijgt er wel wat voor terug. Ja, en dan wat ook opvalt is het formaat van het geluid, want dat is bij bijna alle consumenten camcorders altijd een gecomprimeerd formaat, MP4, AAC of soms zelfs MP3. Eigenlijk nu voor het eerst hebben we een camera tegengekomen waar het gewoon ongecomprimeerd stereo audio is. Ja, wat je zegt, consumentencamcorders, want uiteraard de duurdere professionele camcorders kan dat wel. Maar deze neemt inderdaad op in PCM. Je kan er ook nog via XLR twee verschillende microfoons extern op aansluiten, zelfs met fantoomvoeding. Dus ja, dat is wel echt een voordeel, want als je later nog wat met die audio wil gaan doen, dan is bijvoorbeeld 256 kilobit MP3, dat houdt gewoon niet over. Ja. Terwijl dit is gewoon 1,5 Mbit PCM geluid, dus dat is echt gewoon CD-kwaliteit wat hij direct opneemt. Ja. Nou, tot zover de specs, maar dan even in de praktijk. Want we zijn er natuurlijk mee aan de slag gegaan. We zien ook al beelden die we ermee gemaakt hebben. En we kunnen hem natuurlijk ook vergelijken met zijn voorloper, de Full HD camera. Ja, en nou, het eerste wat natuurlijk opvalt is dat het beeld echt heel veel scherper is. De factor 4, het is moeilijk te zeggen, maar de pixel count is natuurlijk 4 keer zo hoog. En dat zie je er ook echt aan af. Het is aanmerkelijk scherper. Maar er zitten ook nog wel wat ruwe kantjes aan deze camcorder. Want we hadden het al eerder al eventjes over die sensor. Het is een 1/3 inch sensor. Dat is gewoon een vrij klein sensortje met heel veel pixels. Ja. Ja, we hebben het er al vaker over gehad, onder andere bij camcorders in smartphones of camera's in smartphones. Heel veel pixels is hartstikke leuk, maar als je dat op een hele kleine sensor stopt, dan vangen die pixels per stuk gewoon niet zo heel erg veel licht. En dat zien we hier ook. Als we het vergelijken met die AX2000, is die aanmerkelijk minder lichtgevoelig. Dat betekent dus dat je gewoon meer licht nodig hebt om dezelfde beeldkwaliteit te halen. Ja. Want hij kan het wel digitaal opschuiven, de lichtontvangst, dus met de gain. Maar ja, dan zie je dat er ruis komt. In de clips die we laten zien via YouTube is dat niet zo goed te zien, want YouTube filtert dat er vrij aardig uit door de compressie. Maar als je gewoon naar de ruwe beelden kijkt, zie je gewoon dat hij in matig licht aanmerkelijk meer beeldruis laat zien. En dat is dan weer het bekende verhaal van binnen heb je daar meer last van dan buiten. Ja, waar, nee, buiten is het echt gewoon prachtig. Ik bedoel, als je gewoon overdag bij daglicht en ook bij voldoende licht binnen levert die mooie beelden. Maar als er wat minder licht beschikbaar is, is het zeker niet de beste camcorder die er is. En nogmaals, over die scherpte hadden we het al. Het is wel zo dat deze camera al die pixels van die Ultra HD resolutie, dus al die 8 miljoen pixels afgerond, dat hij die gewoon keurig scherp kan laten zien. Ja, ja, wat ik al zei, ik bedoel, in de wijdstand is het in de hoeken niet helemaal scherp, maar dat is verwaarloosbaar. Ja. Nou, dan als je het gaat bewerken, want we zeiden al, ze noemen het dan XAVC-S, maar eigenlijk onderliggend zijn het gewoon H264 bestanden die eruit komen. Dus ja, gewoon feite, .mp4 ook. Ja, dus in feite is dat ieder beeldbewerkingspakket wat met H264 bestanden om kan gaan, en dat is eigenlijk tegenwoordig ieder videobewerkingspakket, zou ook met de bestanden van deze camera om moeten gaan. Als we ook even met een programma even gewoon wat dieper erin duiken, wat voor bestanden zijn dat nou, zien we ook gewoon netjes H264, High Profile 5.1. Nou, het zijn allemaal bekende termen zoals we dat ook kennen van eigenlijk standaard Full HD bestanden. Ja, het zijn er wat het rekt wel een beetje de mogelijkheden van H264 op van de MP4 container zoals we die kennen. Het maakt inderdaad gebruik van het hoogste profiel. Maar wat je al zei, de Premiere Pro, ik heb zowel CSS als CC geprobeerd. Dat werkt allebei. Final Cut voor de Mac werkt probleemloos met de files die hieruit komen. Ja. Dus dat is geen probleem. Ik zag wel dat Windows Media Player in Windows 7, die herkent het standaard niet. Die laat alleen het geluid horen. Ja. Maar bedoel, met een plugin is dat ook alweer te fixen. Dus over het algemeen, wat dat betreft, is het niks nieuws. Het is geen H265. Het is gewoon nog, wat dat betreft, de oude compressietechnologie. Ja. Nou, en dan kost deze camera €4.500. Nogmaals, dat zal voor de meeste consumenten toch een beetje te gortig zijn. Gelukkig komt Sony ook met een
nog betaalbaardere variant. Ja, nog betaalbaar of wat minder niet betaalbaar, net hoe je het wil zien. Want ja. Ze komen ook met de AX100, de kleinere broer die we hier op het scherm zien. Die gaat zo'n 2000 euro kosten. Is nog altijd een hele berg geld, maar het is een stuk compactere camcorder. En dus ook ja, minder dan de helft van wat deze kost. Ja, hij is echt een heel stuk kleiner. Dit ding neem je echt een stuk makkelijker mee naar de Efteling dan dit gevaar. Ja, je moet echt aan denken dat die ongeveer ja, dit gedeelte is van deze camera. Ja. En die heeft ook wat leuke dingen voor consumenten. Er zit bijvoorbeeld NFC op, waardoor je smartphone kan koppelen en dus op je smartphone live kan zien wat je opneemt. Het is leuk als je wat bijzondere shots wil maken. En hij heeft een veel grotere sensor, dus dat is op zich wel interessant. Want waar we al riepen, deze heeft veel megapixels op een relatief kleine sensor. Heeft deze een 1-inch sensor, wat echt aanmerkelijk groter is. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe het met de lichtgevoeligheid van die camera zit. Het zou wel eens kunnen zijn dat hij in slecht licht gewoon betere resultaten laat zien dan de grote broer die we hier hebben staan. Ja, aan de andere kant heeft hij natuurlijk wel een veel kleinere lens. Dus ja. Dan kun je natuurlijk wel afvragen, gaat hij al die 8 miljoen pixels daadwerkelijk scherp in beeld ja, brengen? Ja, wat is de lichtgevoeligheid van de lens? We moeten het gaan zien. Maar in potentie kan dit echt een heel tof ding zijn. En hij komt er rond april, dus dan gaan we er zeker aandacht aan besteden. Nou, dat gaan we in de gaten houden. En zodra die er is, komt ook van die AX100 een uitgebreide review. Dit was Hart Info TV voor vandaag. Vergeet het niet, we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Ziet dat er gewoon wel heel erg cool uit. Ja. Het is alleen niet goedkoop. Nee, we praten over 5700 euro. Dat kost hij ongeveer. Daarvoor staat hij al bij één partij in de prijsvergelijker. En ja, Sharp is er ook wel heel eerlijk in. Dit product is niet voor consumenten bedoeld. Dit is echt gewoon voor specifieke bedrijven die en die resolutie nodig hebben. En dus ook gewoon dingen handig kunnen doen.